Ja, toen werd ik gebeld een keer. Maar zo jong dat je nog helemaal niet wist dat André Hazes was? Nee, maar toen werd ik gebeld door oude Kraai. Kijk nou. Johnny Kraaikamp. Die kende ik, want het duo met Rijk. Rijk was een beetje binnen mijn familie ook, aangetrouwd en zo. En toen wel, ik zei, ja, god, je kent elkaar van de kring en weet ik veel wat. En de oude Kraai die zei, kun jij morgenochtend even komen daar en daar, want ik heb een ontdekking gedaan. Dus ik kom daar ergens, daar achter het Waterloopplein, en daar stond hij met het jongetje. En toen zei hij, dit is een talent. En dat heb ik ontdekt. En dan ga ik hem wat mee doen. Wil je hem fotograferen? Ik zei, nou, toen heb ik hem gefotografeerd. Samen met de oude Kraaikamp. Dus, die was toen nog een jonge Kraaikamp. Ja. En toen heb ik dit portret van hem gemaakt van de Hazes. De jonge Hazes. En hij stond toen, de jonge Hazes, op de Albert Kuip. Als de markt bijna afgelopen was, had je een lege kraam. Daar klom je op en dan ging hij zingen. Hoe oud was hij hier, denkt u? Hier, een jaar of acht. Ja, een jaar of acht, toen, of negen jaar, hooguit. En toen begon het. En toen André Hazes doorbrak, wist jij toen meteen verrek? Ja, dat altijd, ja, zeker, ja. Ik heb hem? Ja, ik heb hem, ja. En hij is ook wel gebruikt, hoor, die foto. Ja, want ja, ja, verschillende keren. Je hebt ontzettend veel, als een verwoed lezer en oud-student Nederlands ben ik natuurlijk altijd geïnteresseerd in schrijversportretten. Je hebt er ontzettend veel gemaakt. Heel veel klassieke schrijversportretten zelfs. Ja, ja. En iets wat ik nog niet gezien had van je, maar wat ik heel opvallend vond. Je hebt Vestdijk gefotografeerd nadat hij gestorven was op zijn sterfbed. Ja, ik had hem al eerder gefotografeerd met zijn zoontje. Ja? En dat deed ik allemaal in opdracht van Geert Lubberhuizen van de Bezig Bij. Want daar was ik de huisfotograaf. Ja. En toen belde Geert, die belde mij 's avonds op. En die zei, Vestdijk is overleden in het ziekenhuis in Utrecht. Kun jij morgen vroeg even daar naartoe om een doodsportret van hem te maken. Dat heb ik gedaan. Ja. En het gekke is, dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan, maar in de 19e eeuw was het usance om van bekende mensen gipsen maskers te maken, doodsportretten en ook handen en zo. Dat wordt niet meer gedaan. En ook het fotograferen van dode mensen. Ik heb er eigenlijk niet heel lang over nagedacht, maar ik zag het natuurlijk in de repetitie voorbij. Zou het weer moeten? Zouden we van Harry Mulies, van Gerard Reven, ja, zouden we zo'n doodsportret moeten hebben? Eigenlijk wel had ik het moeten. Ja, ik zie het nu. Ja, nou, misschien dat er een jonge fotograaf is die zich dat als opdracht stelt. Maar wat levert het op? Wat ziet u hierin? Wat is de schoonheid van dit beeld? Ach, weet je, in de 19e eeuw was die beeldcultuur er nog niet. Iedereen kent nu van de televisie iedereen, hoe ze eruit zien. Mm. En er zijn zoveel foto's en films gemaakt, maar dat was in die tijd nog niet. Nu is alle beeldcultuur wordt geconserveerd in musea, in archieven, maar toen niet. Dus ik heb in de Scala Milaan is een klein museum. En daar is een vitrine en daar liggen de handen van Toscanini. Ja, dat is heel bijzonder van een dirigent. Ja, ja, nou, dat soort dingen. Maar dat is uit de mode geraakt. De foto waar ik, dit is particulier hoor, wat ik nu met je bespreek. En ik denk dat ik in John Buisman een wapenbroeder heb. De foto waar ik misschien het meest jaloers op ben, omdat ik naast je had willen staan, is dat jij staat achter Thelonious Monk. Ja. Een van de allergrootste jazzcomponisten en pianisten. In het concertgebouw, denk ik. Ja, Eddie? Concertgebouw. Ja. Ja, ik fotografeerde toen de nachtconcerten die Lou van Rees organiseerde. Ja. En dat deed ik dan voor het Parool meestal. En even John, even wie zijn de anderen? We zien ik heb geen idee. Volgens mij is het John Coltrane. Is het Coltrane? Ja, Coltrane, ja. Ja. Goed, John. Ja, die andere weet ik maar niet. Maar bassist weet ik niet. Ik kan het allemaal opzoeken. Nee, dat hoeft u niet. Dat hoeft u niet toe. Ja, maar je niet even opzoeken. Maar ik zat op het podium vooraan, je kon op het podium zitten. En toen zat ik vlak achter die vleugel. En toen kon ik hem op zijn handen kijken. En dat is fantastisch, ja. Ik heb toen ook die handen gefotografeerd. En daar heb ik later een boekje van gemaakt. Zo'n filmboekje. Had ik drie foto's en dan prrt, en dan zie je die handen bewegen.